Soms wil de dokter binnen in je lichaam kijken om goed te zien wat er aan de hand is. Dat kan met een CT-apparaat. Een CT is een bijzonder apparaat omdat hij foto's kan maken van de binnenkant van je lichaam. In het midden van het apparaat zit een grote ronde opening. Als de foto's worden gemaakt, schuift die door de opening heen. Dan zie je ook het fototoestel ronddraaien achter het venster. Vlak voor het onderzoek neemt de verpleegkundige je mee naar de kleedkamer. Je vader of moeder gaat mee en blijft steeds bij je in de buurt. Hier is de kleedkamer. Die kunnen jullie achter je op slot maken. Zo, en dan kom ik aan de andere kant. Tot zo. Dingen van metaal en andere spullen, zoals je bril, oorbellen of halskettingjes, moet je in de kleedkamer achterlaten. Zo, kom verder. Het is fijn om makkelijke kleding aan te hebben waar geen metaal in zit. Zoals bijvoorbeeld een shirtje en een joggingbroek. Hierna ga je de CT-ruimte binnen. Je mag zelf op de onderzoekstafel gaan liggen. Je vader of moeder komt bij je staan. Het CT-apparaat gebruikt röntgenstraling. Deze straling zorgt ervoor dat je foto's van je binnenkant van je lichaam kunt maken. Je merkt hier niets van en kunt de röntgenstralen ook niet zien of voelen. Je vader of moeder krijgt tijdens het maken van de foto's een zware loodschort aan. Dit loodschort zorgt ervoor dat de röntgenstraling alleen bij jou komt en niet ook bij je vader of moeder. Bij het maken van foto's van je hoofd vraagt de verpleegkundige om je armen op je buik of naast je lichaam te leggen. Als je goed ligt, gaat het onderzoek beginnen. Het is belangrijk dat je de hele tijd probeert stil te liggen. De verpleegkundige verlaat de ruimte, maar je vader of moeder blijft bij je. De verpleegkundige kan nog wel tegen je praten via een microfoon en je zien door het raam. Oké, Chloe, de tafel gaat zo schuiven voor de eerste foto. Een CT-scan duurt ongeveer 10 minuten, maar het kan langer of korter zijn. Het ligt eraan van welk deel van je lichaam de dokter allemaal foto's wil zien. Het is belangrijk dat je goed stil blijft liggen. Anders mislukken de foto's. Als alle foto's zijn gemaakt, komt de verpleegkundige je uit het CT-apparaat halen en is het onderzoek klaar.